als je danst, heb je het gevoel dat je in een wereld komt waar niemand anders in kan. We zijn vandaag op bezoek bij Emma Evelijn. Onlangs won de danseres samen met Remy Tilburg een zeer prestigieuze Partnering Award. De 28-jarige Amsterdamse mag gaan samenwerken met een van de bekendste dansgezelschappen ter wereld. Het Nederlands Danstheater, oftewel het NDT. Ja, ik voelde me super vereerd. Ja, omdat het gewoon een company is. Als je begint met dansen, dan ken je NDT. Dat is gewoon een company waar heel veel mensen naar opkijken. Waar heel veel mensen een voorbeeld aan nemen. En voor zowel een danser als een choreograaf is het gewoon echt een droom om daar binnen te komen. Wanneer dacht je van ja, ik wil dansen worden? Ik denk eigenlijk gewoon dat ik daar nooit mee ben gestopt. Zeg maar, nu sta ik op sets voor musicvideo's en geef ik les en maak ik mijn eigen choreografieën. Maar eigenlijk is dat wat ik al vanaf dat ik kon lopen ben gaan doen, om het maar heel cliché te zeggen. Good. Dus ook als je danst, heb je het gevoel dat je in een wereld komt waar niemand anders in kan. Dat voelt heel erg fijn, dat in een wereld waar je zo geleefd wordt en waar alles zo snel gaat, dat je een wereld hebt waar je in kan gaan die niet zichtbaar is voor iemand anders, maar die je wel anderen weer kan laten voelen door middel van lesgeven, door middel van kunst maken. En dat mensen je dus ook op een andere manier kunnen leren kennen dan alleen hoe je bent als je praat. Let's press one more. Let's go up. Let's shift. Now be generous to the front. Het leven van een danser is prachtig, maar het heeft ook zijn downs. Hoe ga je met die onzekerheden om van het vak? Ik denk dat het heel erg belangrijk is om rust te nemen als je dat voelt. Omdat het kan gewoon super overweldigend zijn, zowel fysiek als mentaal. En daarnaast moet je gewoon heel goed in de gaten houden van wat is je eigen waarde. Want er gaat altijd iemand zijn die beter is, mooier is, vaker wordt geboekt. Wat zou je dan de jonge makers en de jonge dansers willen meegeven? Take care of yourself, echt. Ja, zeker in deze wereld met social media en pressure. En alles wordt steeds duurder en alles wordt steeds kapitalistischer. Artists zijn echt heel zeldzaam als je daar echt voor gaat. Dus wees ook bewust van hoe dapper je bent als kunstenaar. En zoek steun in de mensen om je heen.